Korte updates van de sterren op sociale media, wij smullen ervan. In de rubriek Showbietes ruimt de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste post van bekend Nederland. Het mag dan wel vrijdag de 13e zijn, Frans Bauer merkt daar helemaal niets van. De zanger stelt zelfs dat het zijn geluksdag is. Cody Aden is maar wat trots op haar man Marcu, die vandaag 50 kaarsjes mag uitblazen. Still looking good, schrijft de voormalig pornoactrice. Gordon is er helemaal klaar voor om op het strand te flaneren met zijn summerbody. De presentator is sportief bezig in de sportschool en kan nu al niet wachten om naar Kaapstad af te reizen. Voor Monique Westenberg staan haar naasten gelijk aan een bijzonder gegeven, rijkdom. Jochem Meijer moest vanochtend naar het ziekenhuis voor een jaarlijkse scan, nadat hij in 2011 geopereerd werd aan een tumor in zijn ruggenmerg. Gelukkig maakt de cabaretier het goed. Altijd wel goed om weer even te herinneren dat het leven relatief is en dat je er zo fucking van moet genieten. Elke dag. Ook Rick van de Westerlaken is de sportschool ingedoken om aan zijn summerbody te werken. Christina Curry slingerde vannacht een kiekje de wereld in waarop ze met roze lokken te zien is.